Goedemorgen lieve luisteraars, ik ben Puk met het vroege ochtendnieuws voor alle Surinamers en vrienden van Suriname. Goed nieuws uit eigen land, president Santokki is veilig teruggekeerd in Suriname na een vruchtbaar bezoek aan China. Op zaterdag 20 april landde het staatshoofd op de Johan Adolf Pennel luchthaven met een KLM-toestel, waar hij een warm welkom kreeg met militair eerbetoon. Bij zijn terugkomst werd president Santokki verwelkomd door enkele hooggeplaatste Surinaamse functionarissen, Waaronder de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Politie en Landbouw, Veeteelt en Visserij, samen met de districtscommissaris van Para. Het bezoek aan China markeert een belangrijke mijlpaal in de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en China. Tijdens zijn verblijf heeft president Santoki verschillende hooggeplaatste Chinese functionarissen ontmoet, waaronder president Romeinletter Xi Jinping. Hoogtepunten van het bezoek waren onder meer de ondertekening van bilaterale overeenkomsten en samenwerkingsverbanden tussen beide landen, evenals de schuldherschikking. De president kijkt terug op een succesvolle reis en is optimistisch over de verdere versterking van de banden tussen Suriname en China. De resultaten van het bezoek zullen naar verwachting bijdragen aan de verdere ontwikkeling en welvaart van Suriname met verschillende Chinese bedrijven die interesse hebben getoond om te investeren in ons land. Naast het staatshoofd reisde ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BBS, First Lady Melissa santoki en een technische delegatie vanuit het kabinet van de president mee tijdens dit belangrijke bezoek. Wat een fantastisch nieuws uit het Surinaamse ministerie van Defensie! Onlangs zijn maar liefst 128 dappere militairen bevorderd naar één naast hogere rang. Minister Krishna Mathura van Defensie prijst hun harde werk, moed en toewijding en benadrukt dat deze bevordering meer dan verdiend is. Deze militairen zijn een ware inspiratie voor anderen en tonen de toewijding die essentieel is om ons nationaal leger tot het beste te maken, al dus de minister. Ze roept iedereen op, in welke organisatie dan ook, om het land te blijven dienen en te streven naar ontwikkeling en vooruitgang. De bevelhebber van het Surinaamse Nationaal Leger, kolonel Werner Kiu Asen, deelt in de vreugde en benadrukt het belang van tijdige erkenning voor het harde werk van het personeel. Wat een geweldige prestatie van deze militairen, die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid en bescherming van ons land. Laten we ze van harte feliciteren met hun welverdiende promotie en blijven streven naar een sterker en veiliger Suriname. Diep in het weelderige hart van Suriname fluisteren de woude verhalen van mysterie en macht. Een schimmige figuur, gehuld in het mysterie van de nacht, wordt genoemd vicepresident Ronnie Brunswijk. Maar achter zijn imposante titel schuilt een schaduw van controverses, zo beweert universiteitsdocent en voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Stuttgart doorbreekt de stilte van de nacht met zijn woorden, waarschuwend voor de duisternis die Brunswijk lijkt te omringen. Hij fluistert over vernederingen, over publieke vernederingen die als schaduwen over het land zweven. Een man, gedwongen om de grond te kussen voor de ogen van de wereld. En een vrouw, smekend op haar knieën om genade. Deze tafereel en worden vastgelegd op de digitale vlakte, als bewijs van een macht die zonder grenzen lijkt te zijn. Maar er is meer, veel meer. Stuttgart onthult een labyrinth van belangenconflicten, waarin de grens tussen ethiek en hebzucht vervaagt als de schemering. Brunswijk, belast met het ordenen van een sector, heeft hij zelf belangen in diezelfde sector. En pronkt hij openlijk met goud als een koning in een land zonder kronen? De stem van Stuttgart trilt van verontwaardiging terwijl hij het volk oproept om op te staan tegen deze duisternis. Hij roept op tot een revolutie van de geest, een kracht die sterker is dan de schaduwen die het land dreigen te overspoelen. Maar te midden van deze sombere voorspellingen klinkt een fluistering van hoop. Stuttgart herinnert onze raam dat zelfs de machtigsten niet onaantastbaar zijn. Hij wijst naar het verleden, naar de val van een eens machtige heerser, en fluistert woorden van waarschuwing in de wind. Dus luister, lieve luisteraars, naar de roep van de nacht. Sta op tegen de duisternis, want zelfs in de diepste jungle van mysterie kan het licht van gerechtigheid nog schijnen. In de schaduw van de nacht, waar de sterren fluisteren en de maan een stille getuige is, speelt zich een duister tafereel af. Een man, gehuld in de mantel van de nacht, waagt zich in de duisternis van een Chinese winkel te Grand Santi, in het afgelegen district Sipaliwinini. Met behendige handen en een hart beladen met zorgen, dringt hij de winkel binnen en grijpt naar het glinsterende goud van euro's. Zijn doel is duidelijk, hij steelt niet uit hebzucht, maar uit noodzaak. Schulden die als ketenen om zijn enkel zijn geslagen, dwingen hem tot deze daad. Maar de ogen van de wet slapen nooit, en spoedig wordt hij gegrepen, niet ver van de grenzen van het land. De politie, als een schaduw in de nacht, vindt hem en legt hem vast, zijn buit blootgelegd voor de wereld om te zien. Bij zijn ondervraging ontrafelt hij zijn geheimen, bekent hij zijn daden en legt hij zijn ziel bloot voor de wet. Hij heeft een deel van zijn buit gebruikt om de last van zijn schulden te verlichten, maar het grootste deel bleef verborgen bij hem. Nu, gevangen in de kooi van de wet, wacht hij op zijn lot. Het geld en goud, eens de bron van zijn hoop, zijn nu slechts bewijs van zijn ondergang. De politie van Albina, belast met de taak van gerechtigheid, zal de mysteries van deze duistere daad ontrafelen en de schuldigen straffen. Maar in de stilte van de nacht fluisteren de sterrenwoorden van vergeving en hoop. Want zelfs te midden van de donkerste schaduwen kan het licht van gerechtigheid nog schijnen. Deze wel heel jonge man is een scamme. Jessica, bekend op TikTok als een bitcoin-investeerder, blijkt een duister geheim achter zijn digitale façade te verbergen. Terwijl zijn TikTok-account schitterde met beloften van lucratieve bitcoin-investeringen en dubbele rendementen, verstrikte hij onschuldige slachtoffers in zijn web van bedrog. Een Surinaamse vrouw viel ten prooi aan zijn listige lokroep en besloot haar vertrouwen en geld te investeren in zijn vermeende bitcoin-aanbiedingen. Op 12 maart investeerde ze 30.000 Surinaamse dollars in de hoop van financiële voorspoed. Maar in plaats van de beloofde bitcoins te ontvangen, stuitte ze op een duistere valstrik. Het bleek dat Jason, alias Derek, haar verleidde om Suribet te goeden ter waarde van haar investering op te sturen. Zodra het geld was overgemaakt, verdween Jason in de schaduwen, haar achterlatend met lege handen en een gebroken vertrouwen. De autoriteiten kregen lucht van zijn duistere praktijken en ontrafelden zijn bedriegelijke netwerk. Het spoor van bedrog leidde naar talloze slachtoffers, die op vergelijkbare wijze werden opgelicht door Jason's misleidende belofte. Op 19 april 2024 kwam eindelijk gerechtigheid voor zijn slachtoffers toen de politie van Sant'Odorp, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Jason arresteerde en hem achter de tralies zette voor verduistering en oplichting. Nu, terwijl Jason geconfronteerd wordt met de consequenties van zijn daden, worden anderen die door zijn bedrog zijn getroffen, aangemoedigd om naar voren te stappen en gerechtigheid eisen. De politie van Santodorp staat klaar om hun verhalen te horen en hun aangifte op te nemen, zodat Jason's web van bedrog kan worden ontward en gerechtigheid kan zegevieren. Onze strijder Stefano Pakitov-Biervliet, de bekende Surinaamse activist en politicus bereidt zich voor op een cruciaal gesprek met de vakbonden in Suriname. Zijn motivatie? De oorverdovende stilte die heerst te midden van de voortdurende afschaffing van subsidies op de stroomtarieven. Ik wil weten waarom ze stil zijn. Ik wil weten waarom we niets horen van de vakbonden die juist opkomen voor de belangen van het volk. Blijven ze vastzitten in een systeem van passieve nationale dialoog? of zullen ze eindelijk opstaan voor de belangen van alle Surinamers, verklaarde Pakitov in een interview op CulturoTV. De activist, tevens bestuurslid van de Partij voor Recht en Ontwikkeling, pro, benadrukt de toenemende crisis in het land, waarbij vele moeite hebben om rond te komen met hun salarissen, winkels gedwongen zijn om permanent te sluiten en ondernemers zich terugtrekken. Pakitov wijst op het opvallende contrast met de actieve rol van de vakbonden tijdens de regeerperiode van Desi Bouterse 2010-2020. Waarom waren ze zo actief tijdens de regering van Bouterse? Die man was actief. En ik kan dat zeggen, omdat ik destijds ook tegen het beleid van de NDP was. Nu ben ik tegen het beleid van de VHP en ABOP-PL. Dus vraag ik me af waarom ze nu niet zo actief zijn? merkt de politicus op. Hoewel hij er absoluut van overtuigd is dat de huidige regeringspartijen nooit meer aan de macht zullen komen, maakt hij zich wel zorgen over de leningen en steun van organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoe gaan we deze schulden aflossen? Als we nu niet vechten voor de problemen in Suriname, wanneer dan wel? Vraagt Pakitov zich af, met een blik op de toekomst van het land. Dit had hij nou niet moeten doen. Een verdachte houdt een agent die hem wil aanhouden in een weurgreep. De politie in het westen van Suriname heeft afgelopen donderdag een man gearresteerd die verdacht wordt van het mishandelen van zijn ex-vriendin en het aanrichten van vernielingen bij haar woning. Volgens het slachtoffer ontmoette ze haar ex-vriend T.C. tijdens een wandeling in nieuw Nickerie, terwijl ze met familieleden op vakantie was in Nickerie. Nadat ze hem vertelde dat ze geen relatie meer met hem wilde, werd T.C. boos en mishandelde haar. Ook vernielde hij het handvat van een deur van de gehuurde woning waar ze verbleven. De verdachte wist lange tijd uit handen van de politie te blijven, maar werd uiteindelijk op 18 april door het regio bijstand Team West, RBTW, gearresteerd. Tijdens zijn aanhouding verzette hij zich hevig en slaagde erin een van de politieambtenaren aan te vallen en in een wurggreep te houden. Met de inspanningen van de wetshandhavers kon de verdachte uiteindelijk in bedwang worden gehouden en werd hij overgebracht naar het politiebureau Quarantijn voor verdere verwerking. Zorg ervoor dat je altijd direct de politie belt bij een aanrijding. De politie in Suriname heeft deze week drie personen aangehouden die verdacht worden van het aanvallen en mishandelen van een benadeelde na een aanrijding vorige maand. Op een avond in maart werd de benadeelde in zijn auto van achteren aangereden door een automobilist. De veroorzaker van het ongeval, die op dat moment onder invloed van alcohol verkeerde, was het niet eens met de genoemde schade aan de voertuigen. In plaats van de situatie rustig af te handelen, escaleerde het snel. De veroorzaker viel de benadeelde en diens schoonvader aan, waardoor er een fysieke confrontatie ontstond. Het werd nog erger toen de vrouw van de veroorzaker, die ook ter plaatse was, een telefoongesprek voerde om versterking te regelen. Binnen de kortste keren arriveerden vier mannen, die direct agressief werden tegen de benadeelde. De mishandelde man deed diezelfde avond nog aangifte op het politiebureau Santo Boma. Waar hij zijn verhaal deed over de aanval en de mishandeling door de veroorzaker en zijn handlangers. Een uitgebreid onderzoek werd gestart door de politie. Uiteindelijk wist de politie de veroorzaker Amar J., zijn vrouw Anushka J. en de vechtersbaas Satish Kumar D. op te sporen en aan te houden als verdachte van de aanval. De autoriteiten benadrukken het belang van het tijdig inschakelen van de politie bij dergelijke incidenten om verdere escalatie te voorkomen en gerechtigheid te waarborgen. Energiebewust leven, tips en trucs voor duurzame woningen. Heb je recentelijk je woning verduurzaamd, of krijg je binnenkort de sleutels van een nieuwbouwwoning waar al rekening is gehouden met duurzaamheid? Hoe dan ook, er zijn talloze manieren om nog energiebewuster te leven en zo niet alleen de planeet te helpen, maar ook te besparen op je maandelijkse vaste lasten. Hier zijn een paar handige tips om je op weg te helpen. Investeer in duurzame maatregelen. Het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp installeren en overstappen op elektrisch rijden zijn slechts enkele voorbeelden van duurzame maatregelen die snel resultaat kunnen opleveren. Met kleine aanpassingen in en rondom je huis kun je al veel verschil maken voor het milieu en je portemonnee. Verminder je vaste lasten. Maak handig gebruik van een energievergelijker om te zien. Of je kunt besparen op je energiekosten. Met het geld dat je maandelijk bespaart, kun je andere uitgaven bekostigen, zoals je hypotheek, sportabonnement of kinderopvang. Ga dus snel aan de slag met het vergelijken van energieleveranciers. Energie vergelijken doe je online. Wil je weten wat de energieprijzen in Nederland zijn? Begin dan met het vergelijken van energieaanbieders online. Door enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals je adres en huidige leverancier, zie je meteen of er een goedkoper tarief beschikbaar is. En als je de beste deal hebt gevonden, kun je ook gemakkelijk online een nieuw energiecontract afsluiten. Met deze tips kun je op een eenvoudige manier je steentje bijdragen aan een duurzamere wereld en geld besparen. Maar je kunt ook zelf iets bedenken, zoals zonne-energie. Suriname heeft het hele jaar door een overvloed aan zonlicht. Investeren in zonnepanelen kan dus een uitstekende manier zijn om duurzame energie op te wekken. Dit kan niet alleen helpen om de energiekosten te verlagen, maar ook om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Biomassa-energie Suriname heeft veel natuurlijke hulpbronnen, waaronder biomassa, zoals houtafval en landbouwresten. Door deze biomassa te gebruiken voor energieopwekking, kan Suriname haar eigen duurzame energiebronnen benutten en tegelijkertijd afval verminderen. Microhydroelektriciteit. Met zijn vele rivieren en waterwegen heeft Suriname ook het potentieel voor kleinschalige waterkrachtcentrales. Door deze natuurlijke waterbronnen te benutten, kan Suriname op een duurzame manier elektriciteit opwekken. Vooral in afgelegen gebieden waar het elektriciteitsnet mogelijk niet goed ontwikkeld is. Energie-efficiëntieprogramma's. Naast het opwekken van duurzame energie, is het belangrijk om ook bewust om te gaan met energie. Energie-efficiëntieprogramma's kunnen helpen bij het verminderen van het energieverbruik in huizen, bedrijven en openbare instellingen. Wat op lange termijn kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en een verminderde druk op het energie-ecosysteem van Suriname. Door te investeren in deze duurzame energiebronnen en energie-efficiëntie-initiatieven kan Suriname niet alleen bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook de energiezekerheid vergroten en de lokale economie stimuleren. Succes Suriname, je kunt het! Laten we vandaag alle mannen extra liefdevol zijn jegens hun zussen, partners, vriendinnen en moeders en laten we vanaf vandaag extra attent zijn voor de huisvrouwen. Het is een beroep waar veel mannen moeite mee hebben. Denk aan het bereiden van liefdevolle maaltijden, het schoonhouden van het huis, boodschappen doen en de zorg voor de kinderen. Die warme hand op je hoofd als je thuis komt met stress, een echte huisvrouw is van onschatbare waarde. Vaak worden huisvrouwen niet naar waarde geschat. Huisvrouw zijn is niet meer trendy, merkt Asja op in haar gesprek met Dagblad Suriname. Als kleine ondernemer benadrukt ze dat elke vrouw een manier moet vinden om zelfstandig te kunnen staan. Vaak krijg je pas erkenning als je buitens huisgeld verdient, maar dat zou niet zo moeten zijn. Waardeer jezelf en wacht niet tot anderen je waarderen, voegt Asja eraan toe. Ik blijf thuis verantwoordelijk, vervolgt ze. Je moet vastberaden zijn en jezelf krachtig voelen. Malika, nu met haar eigen bedrijf, vindt dat in deze moderne tijd er geen plaats meer is voor het begrip huisvrouw, maar eerder voor dat van een onafhankelijke vrouw. We leven in een harde tijd en huisvrouwen lijken niets bij te dragen, maar iedereen heeft talenten en kan creatief zijn. Doe iets, bouw je eigen bedrijf, benadrukt Malika. Ondanks de uitdagingen van het huisvrouwenbestaan, zoals het eindeloze huishoudelijke werk en de zorg voor de kinderen, realiseren vrouwen zoals Asha en Malika zich dat ze altijd tijd kunnen vrijmaken. Ze benutten hun talenten en creëren mogelijkheden om onafhankelijk te zijn. Als voorbeeld voor zichzelf, hun kinderen en anderen laten ze zien dat vrouwen in deze moderne tijd naar buiten kunnen treden en hun eigen pad kunnen volgen, ongeacht hun rol als huisvrouw. Het mysterie van Grand Santi. Op een rustige avond in het afgelegen dorpje Grand Santi, omringd door weelderige jungle, werd een vreselijk misdrijf gepleegd dat de gemoederen van de bewoners schokte. De plaatselijke winkel, bekend als het kloppende hart van de gemeenschap, werd het toneel van een gewaagde inbraak. De dader, een schimmige figuur gehuld in de duisternis van de nacht, drong de winkel binnen en maakte zich meester van kostbare euro's. En een waardevolle hoeveelheid goud. Terwijl het dorp ontwaakte met het nieuws van de brutale misdaad, begon een mysterieus schouwspel van intriges en verdenkingen zich te ontvouwen. De lokale politie, onder leiding van de doorgewinterde inspecteur Jones, stond voor de uitdaging om het mysterie van Grand Santi te ontrafelen en de dader achter de tralies te brengen. Inspecteur Jones, een man van scherpzinnigheid en vastberadenheid, Dook diep in de duistere geheimen van het dorp. Hij ondervroeg verdachten, analyseerde aanwijzingen en spitte door de schijnbaar ondoordringbare jungle van leugens en bedrog. De verdachten waren talrijk en de motieven complex. Was het de jaloerse echtgenoot, die zijn oog had laten vallen op het glinsterende goud als een oplossing voor zijn financiële problemen? Of was het de sluwe handelaar, wiens duistere praktijken hem in de armen van de misdaad hadden gedreven? Terwijl de uren verstreken en de spanning steeg, ontvouwde het mysterie zich langzaam voor de ogen van de inspecteur en zijn team. Maar slechts één vraag bleef onbeantwoord: wie was de meesterbrein achter het duistere complot? Met behendigheid en vastberadenheid ontrafelde inspecteur Jones ten slotte de knoop van het mysterie. In een dramatische ontknoping onthulde hij de identiteit van de dader en bracht hij gerechtigheid naar Grand Santi. Het mysterie van Grand Santi was opgelost, maar de herinnering aan de gebeurtenissen zou voor altijd in de geschiedenis van het dorp gegrift blijven, als een donker hoofdstuk in zijn anders zo vredige bestaan. Nepo klepo, de Chinese politie heeft een onderzoek gestart naar Pandabui, een webwinkel die bekend staat om het verkopen van namaakproducten. Dit onderzoek volgt op een rechtszaak die werd aangespannen door merkeigenaren. Het hoofdkantoor en de opslagplaatsen van Pandabui zijn doorzocht, en een deel van de website is niet meer operationeel. Ondanks dat Pandabui slechts enkele jaren actief is, staat het nu onder grote druk. De webwinkel heeft een reputatie opgebouwd door goedkope neepartikelen aan te bieden, wat vooral jongeren aantrekt. Niet alleen elektronica, maar ook kleding wordt op de website verkocht. Pandabui heeft agressieve reclame gemaakt, voornamelijk op TikTok, wat de aandacht heeft getrokken van consumenten en merkeigenaren. Deze merkeigenaren hebben gerechtelijke stappen ondernomen tegen pandabui. Diep in de duistere straten van Rio de Janeiro verspreidde zich een verontrustend verhaal, een verhaal dat het bloed deed stollen in de aderen van de inwoners. Het begon met Erika de Souza Fierre, een vrouw die verstrikt raakte in de greep van hebzucht en wanhoop. Op een kille avond, gehuld in een sluier van mist en mysterie, rolde Erika haar overleden oom, koude Roberto Braga, naar een sinistere bestemming, de bank. De schaduwen fluisterden hun veroordeling terwijl ze zijn levenloze lichaam voorduwden in een verroeste rolstoel, zijn ogen leeg en zijn geest verloren in de donkere bis van de dood. Binnen in de bank, doordrongen van de koude adem van de dood, Probeerde Erika haar dode oom te dwingen tot een vreselijke daad, het ondertekenen van een lening? Zijn slap geworden hand werd gedwongen om te bewegen, een schrijnende poging tot leven te maken in een wereld waar de geest al lang was vertrokken. Maar de bank was niet zo gemakkelijk misleid. Een alerte medewerker, aangewakkerd door een gevoel van onheil, merkte de levenloosheid op die in de lucht hing. De bleke huid, de lege ogen, een macabere schouwspel dat niet kon worden genegeerd. Maar Erika, gehuld in de waan van haar eigen bedrog, verzette zich, verblind door de duisternis die haar had omhuld. Uiteindelijk werd de waarheid onthuld: de geest van haar oom kon niet worden opgeroepen uit de diepte van het Dodenrijk. Hulpdiensten werden opgeroepen, en terwijl de koude handen van de dood hun greep verstevigden, werd Erika gevangen in de kluwen van haar eigen misdaad. Nu, in de schaduw van gerechtigheid, zal ze moeten boeten voor haar zonde, haar lot verzegeld door de donkere krachten die ze ontketende. En de legende van de vrouw die haar dode oom naar de bank bracht, zal eeuwig blijven hangen als een waarschuwing voor hen die zich wagen in de duistere rijken van hebzucht en bedrog. In de duistere nacht van Paramaribo ontvouwt zich een verhaal dat de harten van Amerika voetbal liefhebbers sneller doet kloppen. Een verhaal van dromen die werkelijkheid worden, van passie die grenzen overschrijdt. Het begon allemaal met Rogiel en Jordi Chan, twee boers die in 2012, ver weg in Amerika, een NFL bal kochten en zich voorstelden dat ze ooit zouden schitteren op het hoogste podium van het Amerikaanse voetbal. Jaren gingen voorbij. Maar de droom bleef levendig. Op 8 april 2022 richten Rochiel en Jordi samen met andere gelijkgestemden zielen de Amerikaanse Football Federation Suriname, AFFS, op. Hun missie, flag voetbal, een variant van Amerika voetbal zonder fysiek contact, populair maken in Suriname. En niet zomaar populair maken, nee, hun ambitie reikt tot aan de Olympische Spelen van 2028 waar Flek Voetbal zijn debuut zal maken. Om deze droom te verwezenlijken, is het cruciaal om wedstrijden te organiseren, teams te vormen en spelers te trainen. Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de AFFS, zijn er daarom zondag wedstrijden georganiseerd in het Lelydorp Sportbond LSB Stadion. De no-hitters, de MVP's en bandits zullen elkaar ontmoeten in een spannend dubbel eliminatie vlekvoetbaltoernooi. toernooi. De interesse groeit gestaag. Vriendengroepen beginnen op lokale velden te spelen, delen hun passie op sociale media en trekken steeds meer jongeren aan. Zelfs spelers uit het buitenland die vlekvoetbal beoefenen, dragen bij aan de groei van de sport in Suriname. Ze geven trainingen, delen hun kennis en inspireren een nieuwe generatie spelers. Bij vlekvoetbal draait alles om snelheid, behendigheid en tactiek. Een team bestaat uit vijf spelers, elk met twee lintjes of vlaggen op hun heupen. Het doel: de vlag van de tegenstander weg te trekken en zo een punt te voorkomen. Het spel is een mix van strategie en vaardigheid, waarbij elke beweging cruciaal is voor het behalen van de overwinning. Het bestuur van de AFFS, onder leiding van voorzitter Prajas Kjulbansing, is vastbesloten om de droom van Olympische Glorie te realiseren. Met passie, toewijding en een gezonde dosis competitiviteit zullen ze Suriname klaarstomen voor de ultieme sportieve uitdaging. Fotocredits, EP-fotografie, Rochil Chan. In de wereld van het Surinaamse volleybal gonst het van opwinding en anticipatie, want de nationale U-21 Jong-Gens volleybalselectie maakt zich op voor een epische uitdaging in Mexico. Met een mix van vastberadenheid en enthousiasme bereiden coach Virgil Ong en zijn team zich voor op het Norsica Continental Championship, dat van 9 tot en met 17 juni zal plaatsvinden in Nogales, Mexico. De weg naar dit prestigieuze toernooi is geplaveid met vastberadenheid en toewijding. Ong legt uit dat de voorbereidingen al in februari begonnen waren, maar tijdelijk werden stopgezet vanwege onzekerheid over het doorgaan van het toernooi. Met hernieuwde vastberadenheid worden de trainingen hervat en zal het team zich voorbereiden op de ultieme sportieve uitdaging. De kans om deel te nemen aan het Continental Championship kwam als een verrassing nadat Haiti zich had teruggetrokken, waardoor Suriname de gelegenheid kreeg om te schitteren op het internationale toneel. OM benadrukt het belang van een grondige voorbereiding en overlegt met de Technische Commissie en de voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond over het intensiveren van de trainingssessies. Terwijl de U-21 jongens zich voorbereiden op hun avontuur in Mexico, is er echter ook een gevoel van teleurstelling voor de U-19 selectie. Hoewel ze kampioen zijn van de regio, kunnen ze niet deelnemen aan het Continental Championship in Puerto Rico vanwege beperkingen rondom het aantal deelnemende landen. Desondanks blijven de spelers gemotiveerd en zullen ze blijven trainen voor toekomstige evenementen. Om vat uit zijn bewondering voor de toewijding van spelers zoals Isaiah Olijfeld en Gilles Black, die vanuit het oosten van Suriname naar de selectietrainingen reizen en terugkeren naar Mungo. Hun inzet en vooruitgang zijn een bron van inspiratie voor het hele team en een voorbeeld voor degenen die streven naar succes in de wereld van het volleybal. Terwijl Suriname zich voorbereidt om de volleybalarena te betreden en te strijden voor glorie op internationaal niveau, Blijft de hoop hoog en de geest van het team onwankelbaar? Met vastberadenheid en toewijding zullen ze de uitdagingen trotseren die voor hen liggen en hopelijk triomferen in de naam van hun geliefde Suriname. Fotocredits John Zaalman: Het Franklin Estadion Est trilde op zijn grondvesten toen de jeugdige chanero Quasi, met een sprankeling van energie en vastberadenheid. Voorwaarts in de slotfase naar een glorieuze overwinning schoot tegen PvV. De 18-jarige invaller, slechts enkele minuten op het veld, veranderde in een onverwachte held door zijn ploeg in de laatste minuut van de reguliere speeltijd naar een 1-0 triomf te leiden. Met deze heroïsche overwinning verplaatst voorwaarts zich naar de vierde plek op de ranglijst, terwijl PvV naar de vijfde plek zakt. Voor coach Werner Blexen was de zege een verademing na twee opeenvolgende nederlagen. Zijn slimme zet om de jonge Chanero quasi in te brengen, bleek een meesterzet te zijn, en hij prees de invaller voor zijn doorslaggevende bijdrage. Ondanks de enerverende wedstrijd was Blexen opgelucht en tevreden met het behaalde resultaat, terwijl hij lof uitsprak voor het teamwerk en de vastberadenheid van zijn spelers. Het was een strijd die voortdurend heen en weer ging, met voorwaarts die zich moest weren tegen de individuele kwaliteiten van PvV. Maar onder leiding van Blexe wist voorwaarts druk te zetten en kansen te creëren waardoor ze uiteindelijk triomfeerde in het Franklin S-stadion. Ondanks de overwinning erkende Blackson dat zijn team zichzelf in de wedstrijd soms in de weg stond door onzorgvuldigheid met de kansen. Aan de zijde van PVV was de teleurstelling voelbaar, vooral na de ongelukkige omstandigheden rondom Melito Brewster, die de wedstrijd voortijdig verliet. Coach Ricardo Eulers uitte zijn frustratie over het verlies, maar behield hoop voor de toekomst van zijn team in de competitie. Ondanks de tegenslagen gelooft hij sterk in de veerkracht van zijn spelers en kijkt hij uit naar een positief vervolg van het seizoen. Met een opwindend voetbalweekend in het vooruitzicht, staat de Suriname Major League op het punt om weer een reeks intense wedstrijden te onthullen die de fans aan de rand van hun stoel zullen houden. Vooruitblikkend op het aanstaande spektakel, wordt er al flink gespeculeerd over de mogelijke uitkomsten en de strijd tussen enkele van de meest prominente teams in het Surinaamse voetbal. De aanstaande confrontatie tussen Transvaal en Notch belooft een van de hoogtepunten van het weekend te worden, met beide teams die vastbesloten zijn om de overwinning te claimen en hun positie in de ranglijst te versterken. Voor Transvaalcoach Raymond Mannen staat de wedstrijd tegen Notch voor een belangrijke uitdaging, maar hij benadrukt dat zijn team zich elke week volledig inzet voor de volle drie punten, ongeacht de tegenstander. Aan de andere kant van het spectrum, bij PvV en Voorwaarts, staat er ook veel op het spel na een reeks teleurstellende resultaten. Beide teams hebben de afgelopen weken dure punten laten liggen en zullen alles op alles zetten om weer in vorm te komen. Met de top 4 die zich plaatst voor de playoffs, is het voor beide ploegen van cruciaal belang om punten te pakken en de aansluiting met de top niet te verliezen. PvV-coach Ricardo Eulers beschrijft Voorwaarts als een geducht team met een goede balans tussen ervaren spelers en jong talent. Terwijl voorwaartscoach Werner Blekse erkent dat zijn team een wat mindere periode heeft doorgemaakt na een sterke start van het seizoen. Beide coaches zijn echter vastberaden om hun teams weer op het juiste spoor te krijgen en kijken uit naar een spannende wedstrijd. Met het competitieniveau dat elke week stijgt en de strijd om de topposities die steeds intenser wordt, belooft het een onvergetelijk voetbalweekend te worden in de Suriname Major League. Fotocredits, FBSML, door Marino Balsemhoff. De Yellow Buds behaalde een belangrijke overwinning op Ruckers in de seniorenklasse van de Surinaamse Basketbalassociatie, met een eindstand van 77 tot 66. Voor Yellow Buds coach Marciano Zalman was deze overwinning van groot belang, omdat het een boost geeft aan het verdere verloop van de competitie. Zalman had zijn team gemotiveerd om niet te verliezen van bepaalde teams, waaronder Ruckers, en zijn spelers slaagden erin om deze missie uit te voeren. Ondanks enkele gemiste kansen en onnodig balverlies wist Yellow Buits zich te herpakken in de verdediging en cruciale baskets te maken. Voor Ruckers was dit hun derde nederlaag in vijf wedstrijden, en coach Derek Reumel erkende dat zijn team nog steeds op zoek is naar de juiste balans. Hij benadrukte echter dat ze vastberaden zijn om het maximale eruit te halen, zelfs als ze in een lagere klasse terechtkomen. Het spelverloop toonde een spannende wedstrijd, Waarbij Yellow Birds de voorsprong pakte in het laatste kwart en deze niet meer uit handen gaf. Met spelers zoals Farbu Shankar, Isaiah Emmanuels en Alonso Ferdinand, die de meeste punten scoorden voor Yellow Birds, behaalde het team een belangrijke overwinning die hun positie in de competitie versterkt. Koi Karper Elliot behaalde ook een indrukwekkende overwinning van 110 tot 45 tegen de Arend Blauw. Waarbij spelers zoals Gilan Watamaleo en Shinio Horshoe uitblonken als topscorers. Met deze overwinningen en de voortdurende strijd om de topposities, belooft de Surinaamse Basketbalassociatie een boeiend en competitief seizoen te hebben. De nationale zaalvoetbalselectie van Suriname behaalde een belangrijke overwinning op Haiti tijdens het CONCACAF-kampioenschap zaalvoetbal in Nicaragua. Met een score van 4 tot 0 was het team dominant, met onder andere twee doelpunten van Vangelino Sastrometio, die ook een assist gaf. Nazario Doestburg en aanvoerder Ike Adams waren verantwoordelijk voor de andere doelpunten. De overwinning biedt Suriname nog een kleine kans om door te stoten als een van de twee beste nummers 3, afhankelijk van de resultaten van groep B. De Verenigde Staten heeft al een plek bemachtigd als derde in pool C. In groep B heeft Panama momenteel de leiding met zes punten, gevolgd door Cuba met twee punten en Nicaragua en Canada elk met één punt. De resultaten van de laatste wedstrijden in groep B zullen bepalen of Suriname doorgaat naar de kwartfinales. Na twee zware wedstrijden tegen Mexico en Costa Rica was het cruciaal dat de spelers zich snel herstelden voor hun derde wedstrijd in drie dagen. Gelukkig deden ze dat goed en leverden ze een sterke prestatie tegen Haiti. Vooral verdedigend stonden ze hun mannetje, waardoor doelman Gilles Borgis niet al te veel moeite had. Hoewel Suriname een paar goede kansen creëerde, werden sommige niet benut door onder andere Gillian Maatrijk en Doesburg. Desondanks wist Suriname de score te openen en uiteindelijk de overwinning veilig te stellen dankzij doelpunten van verschillende spelers, met name de ervaren Sastrometio. Met deze overwinning eindigt Suriname als derde in Pool A, terwijl Costa Rica als groepswinnaar eindigde en Mexico als tweede. Haiti werd hekkensluiter van de groep. De Surinaamse taekwondo-associatie STA en haar vechters zijn teleurgesteld over het feit dat ze zich niet hebben weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs later dit jaar, hoewel voorzitter Gregory Marquit realistisch was over de kansen. Heeft de uitschakeling toch voor grote teleurstelling gezorgd? Kiet benadrukt het belang van leren van deze ervaring en het aanpakken van zwaktes, zoals het verbeteren van de scoringstechnieken en de dekking van de vechters. Om de concurrentie met andere landen aan te kunnen, is er een aanzienlijke investering nodig in de sport, waaronder de aanschaf van schilden voor wedstrijden. Op dit moment beschikt de Staas slechts over één schild, wat niet ideaal is gezien de verschillende posturen van de vechters. Dit gebrek aan middelen is een bekend probleem. En Marquit heeft eerder al aandacht gevraagd voor de benarde situatie waarin de bond zich bevindt. Het is pijnlijk dat ondanks het bekende gebrek aan middelen er weinig wordt gedaan om de situatie te verbeteren voorafgaand aan internationale toernooien. Sporters van bonden met beperkte middelen moeten vaak roeien met de riemen die ze hebben. Het is de vraag of er niet gestreefd moet worden naar betere trainingsfaciliteiten in plaats van alleen maar ervaring op te doen. De staat doet er goed aan om de prestaties in de Dominicaanse Republiek grondig te analyseren en het beleid daarop aan te passen, om zo in de toekomst beter voorbereid te zijn op internationale toernooien. Zonder degelijke trainingsfaciliteiten blijft het behalen van de absolute top een kansloze zaak. Het voetbalweekend in de Suriname Major League bracht enkele spannende wedstrijden met zich mee, waarbij Transvaal en Notch als winnaars uit de bus kwamen. Notch behaalde een belangrijke overwinning op Flora, terwijl Transvaal de topwedstrijd tegen Inter Moongotapu met 3-0 won. Hierdoor blijft Transvaal aan de leiding met 19 punten uit 7 wedstrijden, gevolgd door Notch met 3 punten minder. De wedstrijd tussen Rabin Hood en PVV werd vrijdag gespeeld, waarbij Rabin Hood een comfortabele 4-0 overwinning behaalde. Zondag betraden Flora en Notch als eerst het veld, waar Notch zich geen fouten kon veroorloven om in de top te blijven. Ze wonnen uiteindelijk met 2-0. In de slotwedstrijd van de zevende speelronde versloeg Transvaal Inter Mungotapu met 3-0, waardoor ze alleen aan kop gaan. Op zaterdag behaalde Leo Victor hun eerste overwinning van het seizoen met een 4-3 overwinning op Brokie. Voorwaarts en Inter Wanika scoorden elk één keer en eindigden de wedstrijd in een gelijkspel. Deze resultaten zorgden voor enige verschuivingen in de ranglijst en brachten de nodige spanning met zich mee in de competitie. Credits aan Marino geven voor dit bericht. Door Marino Balsemhof. Paramaribo, de zaalvoetbalploeg van Suriname zit nog steeds zonder winst in het CONCACAF kampioenschap in Nicaragua. Zondagmiddag werd ook de tweede partij verloren. In het stadion was Costa Rica met 3-1 de betere ploeg. Een stand die reeds bij de rust al was bereikt. Goals van Costa Rica kwamen op naam van Minor Calbaceta, Pablo Rodriguez en Milinton Tayerino. Vangelino Sastrometio maakte de tegengoal. Door het verlies wordt het erg moeilijk voor Suriname om door te stoten naar de volgende ronde. Ondanks twee verliezen maakt Suriname toch een theoretische kans om als beste nummer 3 door te gaan naar de volgende ronde. Suriname nam net als in de eerste wedstrijd tegen Mexico, wederom als eerste een voorsprong. Het was sterkhouder Sastro die met een verwoestend schot de 1-0 maakte. Maar net als in het vorig duel kon de zaalvoetbal Nazio deze niet lang behouden, want binnen een minuut zorgde Minor Cabalceta voor de gelijkmaker 1-1. Druk op Suriname. Costa Rica was nagenoeg de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Suriname had vooral in de eerste helft duidelijk moeite met het loopwerk en het bewegen met en zonder bal van de tegenstander. Zij liepen niet goed mee met hun mannen en de overname van posities was niet goed. De druk bleef hierdoor op het doel van Suriname en dat resulteerde in nog twee goals voor het Midden-Amerikaanse land. Het was Rodriguez die in de tiende minuut zijn land op voorsprong zette. Kort voor de rust kon Suriname de bal niet goed wegwerken, waardoor Rino kon intikken. 3-1. Suriname verdedigde veel beter in de tweede helft. De positieovernames waren veel beter en de Surinaamse spelers liepen ook veel beter mee met hun tegenstander. De ploeg verdedigde veel beter waardoor Costa Rica niet meer tot score kwam. Aanvallend konden zij echter geen potten breken. Hopen op misstappen. De omschakeling van Costa Rica was goed en snel. Bij balverlies zetten zij gelijk druk en Suriname had duidelijk moeite om zich hieruit te spelen. Het gevolg was dat het spel voor een groot deel op de speelhelft van Natio werd gespeeld. Ondanks twee verliezen maakt Suriname toch een theoretische kans om als beste nummer drie door te gaan naar de volgende ronde. Zij zijn maandag dan verplicht te winnen van Haiti en te hopen op misstappen van de Dominicaanse Republiek en Cuba. De Dominicanen hebben drie punten uit twee duels, terwijl de Cubanen één punt uit eveneens twee duels hebben. Paramaribo, de in Suriname geboren Kenzo Simons en Renzo Tionaggio zullen de 50-meter vrije slag voor Nederland zwemmen tijdens de Olympische Spelen later dit jaar in Parijs. Het duo had in 2023 al aan de limiet voldaan, maar zat in de wachtkamer. De Eindhoven-qualification meet van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, die zondag vandaag eindigde, bood namelijk nog een laatste kans aan zwemmers om de Olympische limiet 21,96 seconden op de 50-meter vrij te halen. Van alle Nederlandse zwemmers was Simon Zondag de enige die onder de richttijd dook in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Hij klokte 21,94 seconden en werd nip tweede in de finale. Meron Amir Geruti van Israël won de race in 21,93 seconden. Tiona eindigde als zesde in 22,20 seconden. Asterisk same place, different year asterisk. Al in 2023 waren Simons en Joe onder de olympische limiet van 21,96 gegaan. Dat deden ze precies een jaar terug tijdens dezezelfde wedstrijd en in hetzelfde bad. Simons won de 50 meter vrije slag toen in 21,81 seconden. Joe, die toen nog Surinamer was, werd tweede in 21,88. South America has its first qualifier voor Paris 2024... Werd hij na de race bejubeld door de Zuid-Amerikaanse Zwemfederatie, CONSANAT? Fast forward naar 2024, Kjellna Joe verkreeg vorige maand officieel de Nederlandse nationaliteit en zou dus als Nederlander en Europeaan naar Parijs kunnen. Intussen was Simons in die twaalf maanden nog sneller gegaan, 21,73 seconden. Maar de deur voor de concurrentie was nog op een kier om een startbewijs uit hun handen te grissen. Asterisk concurrentie, asterisk. Per land mogen maximaal twee zwemmers meedoen aan de individuele nummers op de Spelen van volgend jaar. De Eindhoven Qualification Meet, 11-14 april, bood dus nog een laatste kans de limiet te halen. Mede vanwege dat vooruitzicht waren er ook zwemmers uit onder meer Israël, Frankrijk, Oekraïne, België, Duitsland, Luxemburg, Servië en Brazilië van de partij. In de finale was Geruti opnieuw het snelst met 21,93 seconden. Gevolgd door Simons in 21,94 seconden. Tionaggio eindigde als zesde met een tijd van 22,20 seconden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog in Paramaribo. Later in de nacht zullen de wolken aanhouden terwijl de temperatuur geleidelijk afkoelt. Morgen belooft een droge dag te worden langs de kust met een nevelige atmosfeer. In het binnenland kunnen echter enkele lichten tot mogelijk matige buien voorkomen, vergezeld van windstoten. Een waarschuwing voor mogelijke windstoten langs de kust is van kracht, samen met de neveligheid die daarbij kan optreden. De wind zal hoofdzakelijk uit het noordoosten komen, met snelheden tot 20 km per uur, maar plaatselijk kunnen tijdelijke versnellingen in de windsnelheid worden waargenomen, met pieken tot maximaal 42 km per uur. Wat betreft de temperaturen, kunnen we morgen een maximum van 32 graden Celsius verwachten, terwijl het kwiks nachts niet onder de 24 graden Celsius zal zakken. Dit is het voor nu. Wij zijn later terug met het avondnieuws. Een prachtige zondag gewenst, geniet van de harmonie met elkaar. Tang en veel liefde voor Suriname en alle Surinamers.